Welkom bij Iedereen kan haken. We zijn vandaag aangeland bij het truitje. Bij de armsgaten gaan we mouwtjes aanmaken. En we doen deze. Deze heb ik al gemaakt. En we beginnen onderaan. En we maken hem vast aan de armsgaten. En ik ga dadelijk met jullie mee haken. Je kan de gewenste lengte aanhouden. Dit zijn ongeveer 5 toeren, 5 rijen. En dan kan je stoppen, je kan hem langer maken. Je kan ook een kapje erop haken, wat je eigenlijk zelf wil. Ik heb even een nieuw bolletje gepakt en die wilde ik laten zien. Je hebt ook de draad van de buitenkant, die heb ik vastgeplakt met een plakbandje. En je hebt de draad aan de binnenkant. En die binnenkant, dat is toch het handigste om te haken. Dat je continu je bol bij je hebt, zonder dat, de bol wegrolt. We beginnen met een opzetlus, zoals je dat gewend bent. Ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. En je pakt het armsgat aan de onderkant waar de marker zit en dan steek je daarin. En je pakt de draad aan de voorkant, pak je. En je haalt hem om je haaknaald en je haalt hem door en je zet hem met een halve vaste vast. Nou zit mijn marker een beetje in de weg, maar dat maakt niet uit. Je gaat er gewoon doorheen. En dan zet je 3 lossen op. En dan begin je aan het armsgat. Helemaal rond met de eerste toer. En de eerste toer is 2 lossen en 5 vaste. En ik begin nu met 5 vaste. En die haak je gewoon goed stevig aan het band. Dit is de eerste vaste. Tweede vaste. Derde vaste. En als je een stokje tegenkomt, dan zet je hem daarin. 3. 4 en in een opening doe je er 2, 5 en 2 lossen en dan sla je dus eigenlijk eventjes wat over omdat je 2 lossen hebt. En dan ga je weer verder met 5 vaste. En dan weer 2 lossen. Sla je een beetje dan. Ja, je legt het een beetje zo erop en dan pak je de. Sla je de 2 over en dan pak je de volgende 5 vaste weer. 1, 2, 3, 4, 5 en 2 lossen. Lossen. Eén, twee, drie,
4, 5, 2 losse. En zo maak je de hele toer van het armsgat af. Nou. 5 en weer 2 losse. Ja, kan ik er hier een opzetten? Ja. 5, 2 lossen. En dan leg je zo die 2 lossen even, dan kijk je waar je uitkomt. En daar zet je weer je vaste. Eén, twee, drie, vier, vijf, twee lossen. We zijn al op de helft. Eén. 2, 3, 4, 5, 2 lossen, 1, 2, 3, 4, 5. Deze toer is het lastigste hoor. Dan, ja, dan moet je even een beetje zoeken waar dat je de steek op zet. 1, 2, 3, 4. 5, 2 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 en 2 lossen. En we zijn begonnen hier met zeg maar het opzetlusje en de 5 vaste. En dan kijken we even hoe ver dat we nu in de toer uitkomen. Dan zetten we deze nog even 2 vaste. Eén, twee, nou deze is een beetje lastig, maar we komen er. En dan gaan we nu op de tweede lusje van de begin stokje, ja als je dit als een stokje ziet, daar zet je hem vast. Een halve vaste, dus dat betekent gewoon draad ophalen en doortrekken. En dan begin je met toer 2 met weer 3 lossen. En dan gaan we beginnen met hier in het midden van die 5 beginnen we weer 3 vaste. Sla je er 1 over. 3 vaste, 1, 2, 3.
dan een losse en dan in die opening een stokje, een losse en een stokje en dan weer een losse en dan slaan we weer een vaste over. Dan zetten we weer 3 vaste op, 1, 2, 3 en weer een losse en een stokje en een losse en een stokje en een losse en weer 3 vaste. Kijk, deze toer gaat al makkelijker omdat je nu al de aanzet aan het armsgat klaar bent, dus je kan nu gewoon je patroontje weer volgen. En 3 vaste op de middelste en een losse slaat deze over en je pakt de tweede. De derde vaste of de tweede vaste en de derde en een losse en in de opening van de 2 losse zet je een stokje, een losse en een stokje en weer een losse. Even het werk goed leggen. Slaat er 1 over, 1, 2, 3. Kijk, deze sla je over en dan pak je de tweede vaste en nog een vaste en de derde vaste, een losse en weer een stokje en een losse en een stokje en een losse. 1 overslaan, 1. 2, 3 en een losse. Een stokje, een losse en een stokje en een losse en weer 3 vaste. Hier 1 losse en weer een stokje, een losse en een stokje, een losse en weer 3 vaste, 1, 2, 3 en een losse en een stokje. Een losse en een stokje en een losse. Kijk, en we zijn al bijna weer aan de onderkant. En een losse. En een stokje en een losse en een stokje en een losse en 3 vaste een losse een stokje een losse
en een stokje en een losse. En hier zie ik, even kijken hoor, hier hebben we even best wel veel ruimte. Dus we zetten even hier een vaste. Ja, dan moet je zelf ook even kijken hoor, hoe dat je opgezet hebt. Een vaste. En nog een vaste. En de derde vaste. Kijken we even hoe we hier uitkomen om op deze toer uit te komen. Want hier zijn, even kijken hoor, drie vaste losse. En hier is voor de waaier de opening. Dus dan moeten we met de waaieropening aan de onderkant uitkomen. En dan pakken we dus één losse. En een stokje zetten we dus hier in, zodat we hier dus weer die waaier krijgen straks. Een stokje en een losse. En dan zetten we in de tweede steek van die opzet van de tweede toer, zetten we vast met een vaste. En dan zetten we weer hier drie losse erop. En dan gaan we aan de toer beginnen met de waaiers. Toer 3. En het was een losse, een vaste, een losse en hier de waaier in. Dus we beginnen hier met een vaste, een losse en we gaan de waaier in de tussen de stokjes insteken. En dan moeten we 5 stokjes pakken. 1, 2, 3, 4. 5, een losse, een vaste en een losse. En weer 5 stokjes. En weer een losse. En toer 3 maak je zo helemaal af. Zo, ik trek even aan mijn draad zodat ik dadelijk niet mijn steken mis. Dan leggen we even het werk plat. En dan maak je dat hele mouwtje, maak je net als deze kant, zo lang als dat je het wil. En dan krijg je echt een leuk truitje met een kantwaaiersteek. Ik zou zeggen, abonneer hieronder bij mijn foto. Als je daar op mijn foto klikt, dan kan je abonneren. En dan kan je de volgende keer zien hoe we de hals af gaan werken. En dan is je truitje klaar. Bedankt voor het kijken. Duim omhoog. En tot de volgende keer.